Bijna dagelijks is het raak. Door de overvolle A67 ontstaan er veel files en ongelukken. Doordat de Ruit, de rondweg rond Eindhoven, niet doorgaat, is er extra geld om de A58 van Eindhoven naar Breda en de A67 van de Duitse grens via Eindhoven naar Eersel aan te pakken. De weggebruikers, transportbedrijven, de ANWB, de roep om de A67 aan te pakken wordt met de dag luider. En ook de gemeentes hier in Brabant, maar ook in Limburg rond die A67 mengen zich in de strijd. Er moet iets gebeuren aan de A67. Mag het duidelijk zijn dat de tijd van praten en onderzoeken, dat is voorbij. We moeten nu echt handelen en zorgen dat zeg maar, het stuk van de A67 waar de meeste ongelukken plaatsvinden, dat dat nu echt adequaat aangepakt wordt. Het probleem is dat het zich dus richting Eindhoven zeg maar, het verkeer stagneert. Nou goed, en dat breidt zich uit naar onze kant toe. En, dus en mensen gaan die wegen op een gegeven moment mijden. En dan je ziet dan dat de problemen ook elders ontstaan. En dat wil je gewoon niet. Er liggen plannen. We kunnen zo beginnen. De bal ligt nu bij verantwoordelijk minister Melanie Schultz. Die wil eerst gaan onderzoeken of een verbreding wel echt nodig is. Tot verbazing van de SP in de Tweede Kamer. Er komen zeker Kamervragen. Ik zal tijdens het debat de minister hierop aanspreken. En ik wil weten waarom ze eigenlijk niets meer doet. Want ja, als je minister bent, dan moet je natuurlijk ambities hebben. Ambities om het land te verbeteren. Ik begrijp niet waarom de minister dan de andere kant op kijkt en zich makkelijk vanaf probeert te maken door weer een onderzoek in te stellen. Eind deze maand praat de minister met de Tweede Kamer over het wegennet. In het najaar gaat de minister om tafel met de burgemeesters.